de werkende klasse zal vanaf januari 2022 meer geld overhouden na aftrek van belasting. Dit zei Roy Reiger, belastingexpert, vandaag bij een presentatie over de nieuwe belastingsgeven tijdens de Assemblee van de Arbeid in het SPA-gebouw. Reiger zegt dat de huidige belastingsgeven behoorlijk achterhaald zijn en biedt garantie dat de nieuwe schijven die zijn voorgesteld bij het tripartiet akkoord zullen worden goedgekeurd door de Nationale Assemblee. We moeten duidelijk zijn, anders gaat het niet goed. Dus je moet je voordeel zien in verhouding tot wat je zou moeten betalen als die belastingvrije som er niet zou zijn. Akkoord toch? Oké. Dit is eigenlijk het voorbeeld vanaf. Zie je hier? 4100, wat ik had uitgelegd, toch? Betaal je geen belasting meer. En met die heffingskorting tot 750 was het ongeveer rondom 3700. Dus het is ietsje hoger gegaan. Iedereen tot 4100 betaalt niet meer. Mensen die beneden de 4000 SRD verdienen, gaan aanzienlijk minder tot geen belasting betalen volgens Reiger. De bedoeling is dat de naar de gemeenschap goede en uitgebreide informatie, dat de gemeenschap goede en uitgebreide informatie kreeg. In principe blijven de belastingschijven hetzelfde. Alleen personen die veel verdienen zullen dus meer belasting betalen. En dan ben ik blij dat we voor deze oplossing hebben gekozen. Omdat werken aan die schijven slechts kan als je weet, laat me jullie een mooi voorbeeld geven. Wanneer je aan die schijven gaat werken, want bij die schijven ga je zeggen, hé, lonen binnen deze categorie, toch? Moeten een bepaalde druk hebben, toch? Maar weet je wat ik eerst moet weten? Hoeveel mensen in die categorie zitten? Ook een misverstand, dat is solidariteit. Mensen weten niet, we hebben het al besproken. Wanneer we praten over hogere loonnood, zal ik jullie een mooi verhaal vertellen? Een inschatting, een vraag aan jullie. Hoeveel mensen denken jullie, want er is daar ook een ernstig waanbeeld. Weet je, in landen in ontwikkeling werken we een beetje nog op gevoel en weinig met data. Hoeveel mensen denken jullie, Rokomans, verdienen in Senang vanaf 12.500 of meer? Reiger zegt dat de groep die meer belasting zal betalen en boven de 13.000 SRD verdient, heel klein is. Vakbondsman Robbie Berenstein zegt dat het belangrijk is dat er ook aan maatregelen wordt gewerkt om de koers te stabiliseren als er aanpassing komt in het belastingssysteem. Dit omdat bij elke kleine koersaanpassing naar boven er weer een ongunstige situatie zal ontstaan met salarissen en het levensonderhoud van de werkende man.